Hallo, welkom in deze uitzending van de Sabbatschoolles. En dat gaat om Sabbat 20 juli 2013. En welkom Isabel in deze mooie zonnige dag. Dankjewel. Het is een heel mooie dag om over deze les erover te hebben, toch? Ja. Het is een gezegende dag en de les gaat over mensen die Jezus gezegend heeft. Ja. Ja? Over welke mensen gaat het? Als wij de lessen doornemen, dan gaat het eigenlijk om moeders en kinderen. Moeders en kinderen. Oké, okay. Interessant. Oké. Nou, ik zie in de les een tegenstelling van hoe de priesters en de schriftgeleerders gereageerd hebben. Mm-hmm. En hoe de discipelen gereageerd hebben. Dus we hebben een beeld van priesters, discipelen, moeders, kinderen en ook Jezus. Ja. En het is interessant dus om echt een tegenstelling te kunnen zien van hoe reageren de priesters, hoe reageren de discipelen, hoe reageren de moeders, hoe reageren de kinderen. Ja. Ten opzichte van de aanwezigheid van Jezus, toch? Ja, ik kwam een interactie aan boord. Ja, inderdaad. Oké. Wat, hoe reageren de kinderen en op het moment toen Jezus naar de tempel kwam? De kinderen die, voordat ze op de plaats van de tempel kwamen, mm-hmm. dan waren de menigte, iedereen zong mee, Hosanna, de koning van David, de zoon van David. En, maar op het moment dat zij dan binnenkwamen, dan werd iedereen stil, omdat ze wisten dat de rabbijnen en de schriftgeleerden mm-hmm. hun zouden berispen. Dus iedereen werd stil. Alleen de kinderen, die gingen wel verder met zingen. En dat is bijzonder. Ja, dat is bijzonder. Want dat heeft sowieso een les. Misschien is het belangrijk om ook aan te geven dat dit is de tweede keer dat de tempel gereinigd wordt. De eerste keer dat de tempel gereinigd werd, was in jaar 28 na Christus. En dit is de tweede keer. Dat is 31 na Christus. Dus in het begin van zijn werk heeft Jezus Christus de tempel gereinigd. En nu reinigt hij nog een keer de tempel. De eerste keer bedoel je daarmee toen hij al die verkoper uit de tempel gejaagd heeft? Ja, en op dit moment heeft hij het nog een keer gedaan. Maar je hebt iets interessants aangehaald. En dat is het feit dat volwassenen die stoppen. Ja. En kinderen gaan door. Ja. Waarom? Ik heb er ook over nagedacht waarom. Ik denk dat zij door hun onbevangenheid, door hun enthousiasme, dat ze daar niet zo onder de indruk waren, zoals de volwassenen, van de schriftgeleerden. Mm-hmm. En dat ze er vol van was en dat ze dat niet stil konden. Is het misschien niet een reden waarom Jezus Christus spreekt dat wij net als kinderen moeten worden? Toch, daar is een hele grote reden voor. Ja, ja toch? Want ja. Dat betekent dat wanneer Jezus Christus spreekt, dat in Matteüs 18, 3 tot en met 6, hij zegt, indien u niet verandert en wordt gelijk kinderen, ja. dan komen we koninkrijk van Christus niet binnen. Nee, maar dat is een bijzonder vergelijking, want dan zou je kunnen vragen, ja maar hoe dan? En wat voor voorbeeld moet je als een kind zijn? Uh-huh. Ja, natuurlijk. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, we praten natuurlijk hier niet over kinderen die ongehoorzaam zijn. Dus het wordt oprechte kinderen. Oprechte kinderen, ja, ja zeker. Die fouten en kunnen maken, maar toch oprecht zijn. Ja. Ja. Matteüs 18, 3 tot en met 6 spreekt over dat we moeten veranderen of bekeren en net als kinderen worden. Dat we ons moeten vernederen en dat we moeten geloven in Jezus Christus. Dat zijn belangrijke aspecten van kinderen. En dat is, denk ik, een van de redenen waarom de kinderen dan doorgaan en blijven zingen, blijven schreeuwen. Ja. Alhoewel de volwassenen dan stil waren. Ja. De volwassenen, als volwassenen zijn, dan ben je niet meer zo
onbevangen. Mm-hmm. Dan heb je al een bepaalde kronkel of een bepaalde weg mm-hmm. ingenomen. Mm-hmm. En dan is het moeilijker om dan heel enthousiast en heel oprecht te zijn. Mm-hmm. Ik zat te lezen, deze tekst zat ik te analyseren. En dan zag ik van, de manier hoe de overpriesters en schriftgeleerden weggingen van de tempel. Niemand blijft in de tempel meer. Mm-hmm. En dan komen de mensen, zoveel mensen binnen. En die schreeuwen, Hosanna, Hosanna. En uiteindelijk komen ze terug. En ze nemen het kwalijk omdat ze de controle over de tempel verloren hadden. De schriftgeleerden. De schriftgeleerden. Ja. Ze hadden geen controle meer over de tempel. Alles wat ze deden, wat verkeerd was, ze verkochten natuurlijk de lamen en de dieren voor slachtoffers. Dus het was een hele business, het was een hele zaken wat ze deden hier. Ook niet echt eerlijk ging het. Ook niet eerlijk. Nee. En dan zien we echt een tegenstelling. De mensen die Jezus willen prijzen, ten opzichte van de mensen die echt zijn naam helemaal niet verkondigen in hun daden. Terwijl ze zogenaamd overpriesters en religieuze mensen waren. Ja, ze waren te wettisch geworden. Mm-hmm. Droog in hun haat. Mm-hmm. Te wettisch en te zakelijk. Ja, mensen die praten niet, kinderen die gaan door. Ja. Is het misschien een relatie hier voor deze tijd? Ja, we kunnen net natuurlijk de parallel trekken met van nu. Mm-hmm. Kinderen die denken niet naar, die zijn er nog niet zo omgevormd met wat kan en niet kan in dat opzicht. Mm-hmm. En dat zijn de beste instrumenten die God kan gebruiken in deze tijd. Ja. Of in de laatste tijd, wanneer het zo moeilijk zou worden. Ze staan open voor Gods geest. En zij laten zich gebruiken mm-hmm. door God. Ze laten zich gebruiken. Ja. En dat is daarom zegt God, of zegt Jezus, word net als de kinderen. Ja. Omdat, dan ben je zo gevoelig voor het woord. Dan ben je zo gelovig. Je neemt aan wat ze zegt. Je bent een moeder, dus... Hoe was je opvoeding of hoe was het dus dan toen, met het geloof van je dochter? Het is heel belangrijk om na te denken en Jezus om wijsheid te vragen. En met het opvoeden van de kinderen wat betreft het geloof. Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat zij, zoals Jezus ons wil leren hoe de Vader is, dat wij ook onze kinderen leren hoe Jezus is en hoe de Vader is. Mm-hmm. Dat hij een liefdevolle Vader is. En dat zij een goed beeld mogen hebben dat God liefde is. Mm-hmm. En kinderen die geloven gewoon zonder te aarzelen, zonder na te denken, zonder iets achter te zoeken wat er gezegd wordt. Mm-hmm. Wat als ouders wat je zegt, omdat ze jou vertrouwen. Mm-hmm. Het zit in het kind. Mm-hmm. Zie je zelf ook in de les? Zie je jezelf, je taak als moeder? Zoals ik het mij ook erin terug kan vinden, ja. Ja, okay. Toen ik de les deed, en ik las dus dat de moeders bij Jezus kwamen omdat ze bezorgd waren en het ook zwaar hadden met de opvoeding van hun kinderen. Dan denk ik van ja, zo was het ook, zo is het nog. Later las ik ook dat er ook wat oudere kinderen waren. Mm-hmm. Dus je kan nooit ophouden met bidden of jouw kinderen te sturen. En dan dacht ik, ja, dat ben ik. Mm-hmm. En dat is heel fijn dat jij niet weggestuurd wordt mm-hmm. als je bij Jezus komt. Ja. Ja, want hij is de enige die jou helpen kan. Ja, zonder meer. Ja. Oké, okay. Nou, de priesters en de overpriesters die wilden altijd groot zijn. Ja. En nu zien we ook, ze wilden de best zijn, ze wilden natuurlijk alle aandacht van de mensen krijgen. Ja. En nu zien we in de tweede vraag dat precies hetzelfde punt is van de discipelen. De discipelen, die spreken met elkaar, onderling spreken ze over wie de meeste zal zijn, wie de grootste zal zijn mm-hmm. in het koninkrijk. Het lijkt een beetje een kinderlijk gedrag, toch? Van de discipelen? Ja. Ja. Het is een kinderlijk gedrag. Ja.
wie is de grote? Nee, ik ben de beste. Mama, ja. Mama houdt meer van mij dan van jou. Ik krijg de grootste stuk. Ja, ja. Het is ja. Een kinderlijk gedrag. Ja. En dan zie je gewoon terug in de discipelen. Ja. Hoe ze onderling praten van, nou ja, ik wil de grootste zijn. Ik wil aan de rechterkant staan. Ja. Johannes en ja, die vroegen de moeder om dan te pleiten voor hun. Ja, maar het is zo dat in de cultuur was het natuurlijk wel zo dat er heel veel met dat soort uiterlijk was. Hè? Nu, in onze tijd en in Nederland, is het ook nog zo. Alleen dat wordt meer onder. Uh-huh. Niet zo duidelijk gezegd, ik wil de Esther zijn. Uh-huh. Maar dat wordt nog steeds gedaan. Het wordt nog steeds gedaan. Ja. Het strijven van de mensen en de strijd van de mensen is om de beste te zijn, om meer geld te verdienen en zo. Ja, ja, dat zonder meer. Grote ambities. Ja, grote ambities, inderdaad. Oké. Wat heeft Jezus dan gedaan? Hoe heeft Jezus dit probleem dan opgelost toen ja. De discipelen? Ja, het was zo dat hij was met zijn discipelen dan. En langzaam kwamen moeders heel voorzichtig en verlegen. Kwamen ze daar. Het is niet zo dat ze heel brutaal daar kwamen, maar ze waren heel verlegen en rustig. Ik wilde dus heel graag dat Jezus hun zegende en hun kinderen. Mm-hmm. Omdat zij dat de gevoel hadden dat ze dat heel erg nodig hadden. Mm-hmm. Dat ze het alleen niet konden. Mm-hmm. Dat ze God daarvoor nodig hadden. Ja. En de discipelen hebben hun heel ruw weggestuurd. Van, zit niet de meester laat zich te vallen. En dat Jezus was heel erg verontwaardigd erover. Mm-hmm. Hij zei, nee, laat ze tot me komen. Ja, ja oké, dat zien wij inderdaad de manier. Maar oké, hier was er een strijd tussen de discipelen. En Jezus heeft bij de tweede vraag. De tweede vraag, heeft een kind genomen. Ja. En die zegt van, zij die de geest van Christus bezitten, staat het in de opmerking, zullen er niet naar streven in plaats boven hun broeders in te nemen. Wat mij zo opviel en wat ik ook zo mooi vond, Gabriel, in de opmerking, is dat Jezus een kind dus naar het binnen de kring, dus in het midden zette. En ook zijn armen eromheen deed. Mm-hmm. Dat is de tedere kant van Jezus werd dan naar voren getoond. En dan kunnen we zien het karakter van de overpriesters. Die willen helemaal niets met kinderen te maken hebben. Nee. Die maken te veel lawaai. En het is om hun dat al die mensen daar zijn en die blijven schreeuwen. Ja. Dus het is om hun, laat ze maar stil zijn. Want ja. die mensen die kunnen niet tegen. De discipelen, die we zien het ook in de les, dat de kinderen gewoon wegjagen van nee. Ja. Dat is te belangrijk om kinderen hier te laten komen. Ja, Jezus is te belangrijk. Maar ook hoe Jezus dan reageert tegenover kinderen. Ja. Ik zat te denken, misschien is er ook een verband hier tussen geestelijkheid en ook hoe je bent tegenover kinderen. Ik bedoel, een geestelijk iemand is iemand die echt gevoelig is voor de kinderen. Ja. Iemand die niet geestelijk is, die denkt meer aan de wet, die denkt meer aan de regels. En minder aan de mensen. Ja. En minder aan de kinderen. Dus kinderen, ja, ze maken te veel lawaai. Laat ze maar buiten gaan. Laat ze ergens anders zijn. Ja. Maar bij Jezus gaat het, zij zijn de belangrijkste. Ja. Bro, maar waarom? Hier in de opmerking van de tweede vraag geeft ons aan waarom ze zo belangrijk van Jezus Christus zijn. Ze zijn de mannen van morgen. De evangelisten van morgen. Ze zijn sowieso de evangelisten van morgen. Ze zijn de mensen die, of de mannen die in de toekomst de boodschap zullen kunnen prediken. Maar het is omdat ze ook ontvankelijk zijn voor de boodschap van het evangelie. Ja. Toen net heb je iets genoemd over toen Jezus zei dat wie de kinderen ontvangt, die ontvangt hem. Mm-hmm. En die hem ontvangt, ontvangt God. De vader, ja? Ja, ontvangt de vader. En dat is gewoon heel mooi om bij stil te staan. Dat denk je niet zo gauw als je een kind aanspreekt of dat jij een kind aanhaalt. Mm-hmm. Dat het zo is. En als het zo is en als de kinderen zo belangrijk voor God zijn, laat staan hoe belangrijk het werk van moeders is. Ja. Want gauw wordt de taak van de moeder geminacht. Ja. Je bent huisvrouw ja. van de maatschappij, klopt. Ja. Je bent huisvrouw. Wat is dat?
Je durft het aan bijna niet te zeggen. Ja. Ja. Maar als je denkt van, degene die de grote mannen van vandaag, van presidenten of belangrijke mensen, die is door hun moeders... Ja, de basis gekregen. Ja. Ja, sommigen die krijgen de basis van school of van andere mensen, maar dat is niet dezelfde. Nee. De rol van een moeder is zeer belangrijk. Ja, een succesvolle huisvrouw en een liefdevolle moeder. Mm-hmm. Dat is toch iets eervol. Mm-hmm. Ja. Dus dan moet je gewoon trots zijn. Want je hebt de belangrijkste taak in de maatschappij. Ja. En alle moeders, die hebben de belangrijkste. Maar dat weet Satan ook, hè? De tegenpartij. Ja. Ja. En daarom heeft hij dat nu zo omgedraaid, dat degene die de kinderen opvangt, dat het gedaan wordt op school. Uh-huh. En niet meer thuis. Of een nanny, of hoe zeg je dat in het Engels? Een nanny of een oppas. Ja. Die komt en die doet het werk van de moeder. De moeder die heeft het te druk. Die wil daar zijn, die wil daar zijn. Die heeft hier werk, die heeft daar. Ja. Die denkt meer aan het uiterlijk. En de kinderen worden verwaarloosd. Ja. En die kinderen krijgen niet de liefde van hun moeder. En morgen zullen criminelen zijn, want die hebben nooit echt liefde gehad. Ja. Die krijgen alleen maar dingen. Krijgen een mobiel telefoon. En dan of die krijgen... zij op hun beurt ook niet hoe je liefde kan geven. Ja. Dat ze het niet geleerd hebben. Ja, ik hoop van jou. Kijk, ik heb een nieuwe station voor je. Ja, liefde is materialisme, denken ze. Ja, terwijl de rol van de moeder heel erg belangrijk is. En dat ziet Jezus en dat is wat hij ziet. En dat laat hij ook aan de mensen zien. Het laatste, toen ik pas zelfs ook op 2 kinderen, of 3 eigenlijk. En ik heb gemerkt hoe dat is, wat wij toen net aangehaald hebben. Mm-hmm. Over waarom God kinderen belangrijk vindt. Kinderen vertrouwen in jou. Mm-hmm. En in het begin dat ik op die kinderen paste, dan alles wat ik zei, dat nam ze niet aan, niet echt. Dan ging ze het echt aan de vader vragen, aan de eigen vader vragen. Mm-hmm. En nu de laatste tijd... Als zij iets vraagt aan mij en ik zeg de antwoord, dan neemt ze het gewoon aan. Mm-hmm. En dan dacht ik, hé, ze vertrouwt mij. Mm-hmm. En zo is het ook met kinderen die vertrouwen God. Kinderen. Met hun hele hart. Kinderen vergeven gauw. Ja. Ze vechten en na 10 minuten, dan ze vechten met elkaar en dan is het gewoon klaar. Ja. We zien volgens de derde vraag dat als we dan net als kinderen zijn... Als we onszelf vernederen, als we onszelf bekeren, als we zo ontvankelijk zijn, als we ook zo onthouden de lessen die God aan ons geeft, mm-hmm. we zien dat er een speciale openbaring is. Want dan, zo staat het in bij de derde vraag. Jezus bad tot zijn vader met betrekking tot de oprechtheid en bereidheid van de kinderen. Wat heeft hij dan nou gezegd over... Ja, de manier hoe hij openbaar zich aan de mensen. Jezus die bad tot de Vader en hij zei... Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde... dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt... en hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. Wat zijn dan deze dingen? Ja, de geheimen van het evangelie. Ja. Er staat het ook ergens bij Matteüs 13... over de manier hoe Jezus altijd tot de mensen sprak. Ja. En hij sprak altijd in gelijkenissen. Ja, in alledaagse dingen. Matteüs 13, vers 34 zegt dat hij alles heeft gesproken in gelijkenissen. Want, want aan de mensen die het meest hadden... de tekst zegt, van vers 10 zegt hij van... Wie heeft, dan zal hij gegeven worden. Maar wie niet heeft, wat hij heeft... wordt van hem weggenomen. En daarom sprak hij in gelijkenis, zodat degene die ziende waren, niet zien, en die horende niet horen, nog verstaan. Dus dan lijkt het een beetje raar van de manier hoe God dan openbaart. Maar dat is juist als je dan denkt dat je hebt, denkt dat je weet, ja, dat dan je komt het andere en dan accepteer je niet. Dus dat wat je hebt, dan wordt het zelf genomen. Dat uiteindelijk zie je niet meer. Dan word je blind. Ja. Dan word je blind. Maar ja, hoe belangrijk is en hoe mooi het is dat God aan kinderen en mensen die ook net als kinderen zijn, mm-hmm. de belangrijke dingen van het evangelie openbaart. Ja, heel belangrijk. Ja? Dat wij, dat,
Dat wij dus ons opstellen als kinderen, wat je net zegt, dat wij ons vernederen. Ja, want een van de dingen wat hier in de opmerking staat bijvoorbeeld, is dat de schoonheid en kostbaarheid van de waarheid die niet gezien wordt door de wereldse wijze, gaan voortdurend verder open voor hen die een vertrouwend en kinderlijk verlangen koesteren om de wil van God te kennen en te doen. Ja, zoals David. David had het verlangen om Gods wil te doen. Ja. En de kinderen willen, die verlangen echt. Ja. Dus dat is sowieso de bedoeling. Ja. Oké, we hebben vraag 4, 5, 6 en 7 gaan over dus wat gebeurde met de discipelen. We hadden net over hoe de discipelen reageren en zo. Het gaat ook over de wens van de moeder. Ook van de wens van de moeder, ja, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Dus de wens van de moeder, inderdaad. En wat was de wens van de moeder? Ja, de wens van de moeder, die wilde heel graag dat Jezus de kinderen zegende. Dat was echt een hele diepe wens. Uh-huh. En dat zij ook, dat ze zelfs ook wijsheid van hem zouden krijgen. Om deze eerbare en eervolle taak, uh-huh, maar ook heel belangrijke taak. Het was een gewoonte in die tijd om bij de rabbies de kinderen te brengen, zodat zij zouden zegenen. Ja, is het nog vandaag nog zo bij ons? Ja. Ik heb het persoonlijk wel gedaan. Oké. Okay. Ja. Dat als moeder is ook je wens geweest? Ja, dat is mijn wens geweest. En Valerie om ze dan en Deborah dan voor te dragen? Voor te dragen en te laten zegenen. Aha. En sowieso. Want dat is belangrijk dat ze vanaf dat moment dan aan God dan toegewijd worden. Ja. Dat is onder meer. Ja? Maar zelfs ook vandaag de dag kunnen wij, zoals toen, naar Jezus komen. Mm-hmm. Gewoon met hem praten over onze zorgen en onze problemen, onze dingen die wij mee zitten, kunnen we gewoon hem vertellen. Mm-hmm. Zoals de moeders toen bij hem kwamen. Mm-hmm. En ook vandaag de dag krijgen we de wijsheid en de zegen die wij zo nodig hebben. Ik denk dat deze woorden een troost, van, woorden van vertroosting zijn voor moeders, voor jullie. Ik bedoel. Ja, dat is een troost, dat is een dat je je niet alleen voelt om de grote taak te volbrengen. Omdat je het ook vaak niet meer weet. Van, hoe moet dit nu? Ja. Ja. Omdat we zelfs ook beperkt zijn. Dus de beste vriend, de beste persoon om jullie, om jullie te kunnen adviseren is sowieso Jezus Christus. Ja. Ja. In Adventisum, bladzijde 273, staat dat moeders, die deden op dat moment een stilgebed om te hopende dat de discipelen de kinderen zouden accepteren. Ja, en dan worden ze ineens verworpen. Ja. En dat staat ook zelfs in de tekst dat God die gebeden gehoord had van de moeders. En dat hij ze zelf naar zich toegetrokken had. Ja. Dat is echt zo mooi. Laten we even kijken dan verder bij de vijfde vraag. Was Jezus dan blij met wat de discipelen gedaan hebben? Nee, als wij lezen dan zien wij precies wat de discipelen gedaan hebben. Die hebben ze, die keuren het af. Mm-hmm. En die hebben ze afgestraft. Mm-hmm. En gewoon weggestuurd, zonder pardon. Ze begrijpen het evangelie helemaal niet. Nee. Want Johannes zegt dat Jezus stuurt niemand weg. De discipelen zeggen van nee, weg. Ja. Jullie storen, kinderen. Ja, te veel lawaai. Net zoals bij de koning. En ze vonden Jezus zo belangrijk dat ze vonden dat onbelangrijk, die kinderen. Ja. En het mooiste is dat de helen begrijpt de zorg en de last van de moeders die probeerden hun kinderen op te voeden naar Gods woord. Ja. Het is, het was toen zwaar en het is in onze dagen misschien nog zwaarder. Als we ingewijd lezen, dan weten wij dat het nu, de tijden van het einde, het zwaarste moment zal zijn om kinderen op te voeden. En het zwaarste zal zijn ook voor de jonge mensen om de juiste keuze te maken. Mm-hmm. Dat Satan heel erg op ze inspeelt. Maar merkt hier iets op, en dat is dat Jezus hoort de gebeden van de moeders die echt in Gods woord willen opvoeden. Ja. Dus niet, doe maar, koop, geef. Alles wat de kinderen willen, maar geven en geven. En uiteindelijk zijn de kinderen zo verwend dat ze echt niet verlangen naar de dingen van God, maar alleen naar hun eigen verlangens. Dus hier gaat het echt om moeders die echt de wil van God willen doen. Ja.
En ja, hun gebeden zullen ook tot het laatste moment verhoord worden. Hun tranen worden gezien en hun smeekbeden. Mm-hmm. Ja, meestal is het kopen van dingen voor de kinderen is een compensatie wat je dan geeft. Omdat je je schuldig voelt, mm-hmm. dat je de liefde, de aandacht en de, wat je eigenlijk zou moeten doen niet gedaan hebt. Mm-hmm. En wat is deze bijzondere aandacht die we zien bij dezelfde vraag? De bijzondere aandacht. Ja, in hoeverre was Jezus bereid zijn aandacht te geven aan de kinderen? Terwijl hij hen beschouwde als een potentiële kandidaten voor de hemel? Ja, Jezus was 100% de aandacht voor de kinderen. Mm-hmm. Hij zag in hun later grote mensen. Sommigen zullen zelfs omkomen, zullen vervolgd worden van mm-hmm. deze kinderen. Mm-hmm. Ja. En Jezus wil juist al zijn kracht en al zijn energie in de kinderen stoppen. Mm-hmm. Ja. Oh. En hij zag ook hoe dat gegaan was. Mm-hmm. Dat één moeder die ging naar de buurvrouw en die zegt kom we gaan. En zo gingen ze samen dan naartoe. Uh-huh. Dat had hij al gezien. Ja. Ja. Dus hoe belangrijk was wat Jezus toen op dat moment had gedaan? Kleine dingen kunnen zo een indruk en invloed hebben op kinderen. En een glimlach, een mooi woord tegen de kinderen. Ja. De manier hoe je met ze omgaat, zullen ze nooit vergeten. Nee. Dat wat Jezus op dat moment had gedaan, was genoeg. Zodat ze later in hun leeftijd, wanneer ze groot waren geworden, goede christenen zijn geworden. En bereid waren om hun leven voor Christus te geven. Ja. Alleen om zulke kleine dingen. Ja, het is zo dat zelfs als wij nagaan in onze jeugd. Wat je het meest herinnert, dat zijn de goede daden. Als iemand je een haai over de bol of dat die jou even getroost heeft. En als deze dingen gebeuren later in je leven, dan herinner je dat minder. Mm-hmm. Maar de indrukken van de kinderen, de eerste indrukken, dat hou je altijd in je hele leven bij. Trauma's en problemen van kinderen af. Dan blijven tot je hele leven. Dus daarom is het zo belangrijk. En daarom zegt Jezus Christus, als je kinderen brengt tot kwade, of als je kinderen niet echt behandelt zoals hij dat zou behandelen, liefdevol, dat zou hij echt, dat is heel erg met andere woorden. Ja? Ze zijn als edelstenen in de ogen van God. Zonder meer. Nou, de laatste vraag. Laat ons zien dat, wat deed Jezus met grote vruchten? Zegenen. Hij zegende. Ja. Hij heeft ze gezegend. Hij heeft handen opgelegd. En hij heeft ze ontvangen. Hij heeft ze omhelst. En hij is sowieso de helper van de moeders. Ja. Hij ziet de tranen van jullie. Al zijn ze groot, blijven nog altijd kleine kinderen. Ja. De zorgen, die houden nooit op. Ja. Daarna komen de kleinkinderen. En daar heb je ook weer mijn moeder zegt, kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote problemen. Ja. En dus dat betekent, als de kinderen klein zijn, dan is die zijn de gebeden misschien niet zo ernstig. Want ja, die zijn klein, dus de problemen zijn nog klein. Maar wanneer ze groot zijn, dan, dan is het zo ernstig dat moeders bidden. En ik begrijp dat niet, maar in dit geval is het goed om een moeder te hebben die ons dat... Ik kan zeggen hoe dat is en hoe zwaar dat is. Maar in de vraag 6 hebben we gezien hoe Jezus de discipelen bestrafte. Maar toen hij dat deed, dan sprak hij eigenlijk ook voor de toekomst. Uh-huh. Hij sprak ook voor de predikanten, voor de vaders, voor de mensen die de helpers, de ambtdragers van de kerk. Uh-huh. Tot op vandaag. Zodat ze ook op dezelfde manier kinderen... dat zij oppassen om niet zo te worden als de fariseeën of de discipelen zelf. Mm-hmm. Dat zij toch toegankelijk blijven voor de kinderen. Mm-hmm. Ja. Ja, dus inderdaad. Nou, ter overdenking. Vaders en moeders moeten hun kinderen zien als jonge leden van Gods gezin. En op die manier ook dan... Dat is een zendingswerk. Ook gericht op de kinderen. Ja. Dat ze ook gelukkig en blij kunnen zijn in de gemeente. En dat ze
dat ze voelen dat het echt de beste is bij God. Ja. Het is, ik heb ook wel eens gedacht toen mijn kinderen nog klein waren. Ja, oké, je hebt waarschijnlijk geen tijd om heel veel te evangeliseren. Omdat je als moeder veel werk te doen hebt als je thuis bent. Maar in principe ben je al fulltime job evangelist als je kinderen hebt. Ja. Dan ben je al met het evangelie bezig. Dan hoef je niet naar Afrika of ik weet niet waar. Ja, ja. Want als jij daar mensen vindt en je eigen kinderen gaan verloren, hoe zit dat? Ja, ja. Ja. En doordat je je kinderen opvoedt, dan word je zelf gered. Dat staat in de Bijbel. Ja, dan voed je jezelf op. Ja. Ja. Dus moeder of moeders, jullie moeten niet voelen alsof het een kleinigheid is om ook kinderen op te voeden. Want het is een van de belangrijkste taken. Het is een van de belangrijkste taken van de maatschappij. En dat ziet God echt. En hij ziet alle tranen. En helpt jullie. En dat heeft hij beloofd. Volledige medewerking. Ja. En hij zal jullie helpen. En ons ook helpen om ook open zijn voor kinderen en hen te helpen. Bedankt. En ik hoop dat jullie van deze les heel veel mogen leren. Bedankt, Isabel. God zegen. Amen. En tot de volgende keer. Ja.